Volgens mij heb ik letterlijk gegoogeld hoe haal je geld op voor je starter. En toen zijn we gestart. Dit is aflevering 2 van The Guide, waarin we uitzoeken hoe Nederlandse ondernemers hun onderneming laten groeien en succesvol opschalen. Ja, het is dat toch die vrouwen die iets beginnen als ze een kind hebben gekregen. Dat was mijn introductie in het financieringslandschap. Voor groei is geld nodig. Maar waar vind je investeerders en hoe vermijd je de valkuilen? Financiering is misschien niet iets waar je hart als ondernemer meteen naar uitgaat. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk voor een succesvol bedrijf. Volgens mij hebben we 1 miljoen in 3, 4 maanden of zo bij elkaar gesprokkeld. Dus wel spannend, maar wel makkelijker eigenlijk dan dat ik had verwacht van tevoren. 2 weten meer dan 1. Onze ondernemers gaan in gesprek om te praten over hun uitdagingen. Jullie hebben 1 investeerder maar. Ja. Waar heb je die vandaan gehaald? Die zei meteen, nou, ik vind het een heel tof idee, we gaan het doen. Ja. En toen zei ik nog heel stom, anders neem je even tot morgen, dan bellen we morgen nog een keer. Je kijkt naar The Guide. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen minder vaak de intentie hebben om te ondernemen. Dat ze uiteindelijk minder vaak starten, omdat ze andere belemmeringen zien. Dat ze 3 keer minder lang ondernemen dan mannen en minder schalen dan mannen. Dus een minder hoge omzet bereiken. Mijn naam is Simone Jansen en ik ben Head of Entrepreneur en Enterprise binnen ABN AMRO. Vrouwen geven aan meer behoefte te hebben aan financiële ondersteuning. En meer behoefte vooral te hebben om de plannen die ze hebben in hun hoofd door te spreken met een deskundige. Welkom op het meest chique anti-kraakpand van Amsterdam. We staan hier met 1 been in het Vondelpark en met andere been op het Leidsplein. En daar zijn wij gevestigd met Billy Wonder. Hier worden alle pakketjes ingepakt en vanaf hier worden ze opgehaald door de fietscouriers om verspreid te worden door het land en de rest van de wereld, want het is verschepen al over de hele wereld. Ik ben Steve Fleur, ik ben oprichter van Billy Wonder. Wij hebben in februari een collectie premium wasbare leiders en accessoires gelanceerd. Toen ik zwanger was van mijn eerste, zei ik dat tegen vrienden in onze omgeving. En die zeiden allemaal, gadverdamme, wacht maar tot die kleine er is. En zei ik, ja, maar weet je hoe het eruit ziet? Toen zeiden ze, ja, het is toch zo'n doek met zo'n speld? Toen zei ik, ja, wel nee joh, dat is de jaren 60. Toen reden we in een Deux Chevaux, we rijden inmiddels in een Tesla. Toen in maart 2020 eigenlijk al mijn werk als documentaire fotograaf werd afgezegd door de crisis. En ik met mijn kinderen thuis zat in plaats van dat ze op de opvang waren, dacht ik, ja, nu is het moment. Never waste a good crisis. Mijn naam is Hugo Westerink, hoofd Informal Investment Services bij ABN AMRO Mees Pierson. Wat wij doen is dat we met name startende ondernemers koppelen aan ondernemende investeerders. Ja, eigenlijk is ieder ondernemingsverhaal uniek. Zeker starters met potentie beginnen heel klein, aan je eigen keukentafel. Misschien zoek je er 1 of 2 mensen bij en je begint een oplossing te vinden voor het probleem dat je wil oplossen. Dit is Volev, die werkt met ons aan digital marketing. Miruna, onze intern marketing. En Martijn, onze brandstratege. Ik zit hier op het lege bureau, normaal gesproken. Er moeten nu mensen bij. Nou, het landschap is vrij ingewikkeld om mensen aan te trekken. En als je niet met een grote zak geld aan kan komen zetten, dan is het nog moeilijker. Uiteindelijk vinden we altijd wel iemand, maar het is niet makkelijk. Ja, en voor groei is financiering nodig. Dus dat zijn altijd de 2 uitdagingen die lopen. Steve's eerste interacties met investeerders verliepen stroef. Billy Wonder blijkt een product waar niet iedereen direct een gevoel bij heeft. Het eerste contact wat ik had, stond de heer in kwestie zo met het kaartje in zijn hand en keek daarnaar en zei, het is dat toch die vrouwen die iets beginnen als ze een kind hebben gekregen. En toen dacht ik dat er in Nederland ieder jaar 180.000 nieuwe klanten geboren worden. Dat heb je gewoon allemaal gemist. Ik ben niet iemand die me dan uit het veld laat slaan. Ik denk alleen maar, oké, wacht maar. I'll prove them wrong. Je hebt een waterafstotende laag en een absorberende laag. Dit is de laag die wij van grotendeels hennep maken. Het essentiële onderdeel hiervan uiteraard is dit inlegvelletje. Die komen op zo'n rol. Die gaat in de luier en deze vangt de ontlasting op. Waar ik goed in ben en wat ik natuurlijk ook leuk vind, is het bedenken van waar we heen moeten, wat we kunnen maken, ingaan op trends, ingaan op
problemen in de wereld, waarvan afval natuurlijk een heel groot iets is. Dus ik ben meer de visiemaker en de creatief dan dat ik de finance woman ben. Ik snap dat je met je hoofd bezig bent met het groeien van je bedrijf. En dat financiering niks anders is dan een instrument om dat te bereiken. Maar het is wel belangrijk om jezelf van tevoren goed in te lezen. Ja, de financiële kant is onwijs belangrijk. Alleen je wordt niet geboren met het talent om openingsbalansen te maken of kaststroomoverzichten die je wel keihard nodig hebt in een goede onderneming. Ik denk allereerst dat het heel erg belangrijk is om een overzicht te krijgen van welk vermogen heb ik privé opgebouwd, wat heb ik zakelijk opgebouwd en hoe kan ik dat maximaal voor mijn nieuwe plan inzetten. Nummer twee denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je vragen kan stellen waar je mee rondloopt aan iemand die dat in de praktijk gewoon al vaker heeft gedaan. En dat kan iemand zijn in jouw eigen branche of juist een branche daarbuiten. En punt drie, de financiële kant van je onderneming is ontzettend belangrijk. Dus een goede accountant vinden die je vertrouwt, die met je mee kan denken, waar je op elk moment terecht kan met vragen, is denk ik cruciaal als je aan het groeien bent. We zijn gelanceerd, het gaat supergoed. We willen groeien en schalen en daarvoor zijn we ook nu een nieuwe fundingronde aan het ophalen. We hebben nu iets meer dan een ton binnen. Het is weer een converteerbare lening. Het eerste deel hebben we opgehaald bij de huidige investeerders en een aantal nieuwe investeerders die gaandeweg al hadden aangegeven dat ze mee wilden doen met de volgende ronde. Een converteerbare lening is een lening, maar de bedoeling van de lening is dat die op een gegeven moment kan converteren, veranderen in aandelen. Je spreekt van tevoren af wat een conversiemoment is en vaak is dat een volgende ronde financiering. Nu gaan we richting angels waar we minder bekend mee zijn om het ook echt nog groter uit te rollen. Een angel investor of een informal investor, zoals ze dat in Nederland meestal noemen, is ook een ondernemer, maar dan iemand die al succesvol is geworden en die voldoende tijd en voldoende geld heeft om in jou en jouw onderneming te investeren. En zo iemand doet dat uiteraard omdat hij daar een goed rendement in ziet op de lange termijn. Maar doet dat vaak ook omdat het ondernemen aan zijn hart gaat. Om de jonge beginnende ondernemer te helpen te starten. We zijn nu nog klein. We zijn geen techbedrijf, maar we verkopen een product. We zijn ook nog business to consumer, wat het ook moeilijk maakt. Ja, ik denk dat op het moment dat je bij jezelf voelt dat je het spannend vindt om met investeerders aan tafel te gaan, wat veelal mannen zijn, dan is het belangrijk dat je je daarvoor klaarstoomt. Je stapt ook niet zomaar een podium op of geeft niet zomaar een presentatie. Dus dat kan je ook gewoon oefenen, dat kan je voorbereiden. Als je weet welke vragen gesteld gaan worden, kan je daar vanuit je eigen kracht staan. En dan maakt het helemaal niet uit hoe die persoon naar jou kijkt. Het gaat over jouw dromen die jij hebt, de kansen die je ziet en de argumenten die je daarvoor voert. En hoe groter je jezelf maakt, hoe groter je jezelf denkt, hoe meer andere mensen in jou gaan geloven. Ik heb dus als fotograaf ook heel veel projecten opgezet en daarin heel erg geleerd dat als mijn omgeving een beetje zo zat, dat het dan misschien wel niet het allerbeste projectidee was. Vanaf het begin af aan met dit bedrijf heb ik zoveel mensen meegekregen dat ik dacht het klopt. Dus valideer je idee, durf om hulp te vragen, want je kan het niet alleen. En ga er gewoon voor, niet opgeven. Heel veel vallen, heel veel opstaan. Geen woorden, maar daden. Dat maakt Billy Wonder de groeiende onderneming die het vandaag de dag is. Dezelfde mentaliteit vinden we bij uitstek in havenstad Rotterdam en diens inwoner Charlotte Melkert. Mijn naam is Charlotte, ik ben 26, kom uit Dordrecht, woon in Rotterdam. En ik ben een van de oprichters van Equaltje. Als je onderneemt, dan heb je toch die vrijheid wat meer om daadwerkelijk ook iets te veranderen als je iets ziet waarvan je zou willen dat het anders zou moeten zijn. Charlotte en tweelingzus Fleur zijn 19 jaar oud als ze hun eerste onderneming beginnen. Een recruitmentbedrijf. Het zal de basis blijken te zijn voor Equalture. Echt, we hebben bij heel veel klanten de gekste dingen meegemaakt als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat mensen met een moeilijke achternaam, zo werd dat dan genoemd, die wij niet mochten voorstellen. Vrouwen van begin 30 zullen wel zwanger worden, kinderen krijgen en niet meer fulltime willen werken, dus die willen we niet. Je hebt een gat op je cv, nou dat zou ook wel ergens doorkomen. Eigenlijk al dat soort aannames, dus een deel misschien onbewuste discriminatie, maar ook een heel groot deel bewuste discriminatie. En dat veranderde maar gewoon niet.
En ik denk bij, nou ja, ik weet niet hoeveelste keer dat was dat we dat hoorden, maar er was gewoon één keer waar we het weer hoorden. En toen ben ik uiteindelijk met Fleur in de kroeg beland. In Utrecht was het volgens mij. En toen zeiden we tegen elkaar van, joh, we gaan dit verschil gewoon niet maken met dit bedrijf. Dus ik denk dat we het op een andere manier moeten gaan oplossen. En dat is eigenlijk hoe dit bedrijf is ontstaan. Is er een manier waarop we een bedrijf kunnen dwingen om heel objectief naar een persoon te kijken als iemand binnenkomt op een sollicitatie? En met objectief bedoel ik dan, de informatie moet op een objectieve manier verzameld zijn, maar het moet ook de informatie zijn waar je daadwerkelijk wat aan hebt. De oplossing? Gamification. Equalture ontwikkelt een serie games die het vinden van de juiste mensen makkelijker en beter maakt, door het wegnemen van biases. De Faris is een van de games die we in ons platform hebben zitten. Het is een cognitieve game. Het meet hoe goed je problemen kunt oplossen, hoe je analytisch denkvermogen is. En ook hoe je te werk gaat als je problemen oplost. Er zitten gewoon regeltjes aan hoe je dingen van de ene naar de andere kant van de rivier kan krijgen. En we kijken naar hoe snel doe je dat, hoeveel beweging heb je nodig. Hoe reageer je op tegenslag? Als het op een gegeven moment moeilijk wordt, hoe zien we dan je gedrag veranderen? Wat er dan uitkomt is een rapportje wat er zo uitziet. En dan geven we je eigenlijk een overzicht van, hey, dit zijn de dingen die je goed hebt gedaan. Dit zijn uitdagingen die we hebben gezien. Dit zijn het soort werkzaamheden wat heel goed passen bij een score die jij hebt. En misschien ook de werkzaamheden die er niet goed bij passen. De ontwikkeling van neurowetenschappelijke games kost tijd en geld. Stap 1 van de onderneming was dus direct duidelijk. Geld ophalen. Volgens mij heb ik letterlijk gegoogeld hoe haal je geld op voor je starter. En na een paar zoekresultaten kwam daar de ABN AMRO uit. Zij noemen dat een Informal Investors Network. Wat wij doen is dat we eerst eens naar het plan van de ondernemer kijken. In welke fase zit het bedrijf? Waar vraagt deze ondernemer eigenlijk om? Om te kunnen beoordelen of een informal investor echt is wat in deze fase goed past bij de onderneming en de ondernemer. En als dat zo is, dan gaan we serieus in gesprek om te kijken of het inderdaad aan allerlei voorwaarden voldoet en of we de juiste investeerder aan boord hebben. We hebben een groep van ongeveer 1000 investeerders in ons netwerk en die zijn verzameld op een besloten online platform. En als we ondernemers selecteren waarvan we denken daar kunnen we iets voor betekenen, dan plaatsen we die onderneming op dat platform. En op die manier komen investeerders en ondernemers op een eenvoudige manier met elkaar in contact. Dus Fleur en ik in de auto gestapt met ons businessplan, wat volgens mij 2,5 A4'tje was, want er was natuurlijk eigenlijk nog helemaal niks. Een uurtje een koffietje gedronken en toen zei onze investeerder, we gaan het doen. En toen zijn we gestart. Toen heb ik gezegd, oké, ik heb nog even een week nodig, want ik moest naar de KVK. Ik had nog geen bankrekening, we hadden er helemaal niks. Maar daarna konden we gaan beginnen. Denk, durf en doe. Heb het lef, volg die intuïtie, maak een plan en stap naar buiten. En zorg dat je de kansen die je ziet, dat je dat voor jezelf creëert. Inmiddels werken er zo'n 40 mensen bij Equalture en is er stevig geïnvesteerd in de games en het platform. Hoe lang gaat het groeigeld van zo'n investeringsronde eigenlijk mee? Je wil geld ophalen voor een periode waardoor je toch even adem kan halen en ook je energie weer in je bedrijf kan steken als ondernemer. En we zien dat de meeste ondernemers proberen voor ongeveer 1,5 tot misschien 2 jaar geld op te halen. En geld lenen, is dat nog een optie? Een lening bij een bank krijgen is eigenlijk onmogelijk voor een tech-startup in de eerste jaren dat je nog geen zwarte cijfers duidt. Als een bedrijf nu snel groeit, dan hoeft het niet zo heel lang te duren of je komt wel in aanmerking voor een bankkrediet. En overigens, een bank geeft niet alleen maar standaard krediet. Je kunt ook denken aan factoring, lease. Er zijn allerlei subsidies waar we zouden kunnen helpen om het juiste loket te vinden. Er is een heel palet aan mogelijkheden dat je uiteindelijk als ondernemer kan gebruiken om je bedrijf te financieren waar een bank een rol in kan spelen. De tweede keer dat we geld hebben gehaald was het ook echt met een professionele partij. Vond ik wel spannend, maar we hebben het uiteindelijk wel heel snel gedaan. Want volgens mij hebben we 1 miljoen in 3, 4 maanden of zo bij elkaar gesprokkeld. Dus wel spannend, maar wel makkelijker eigenlijk dan dat ik had verwacht van tevoren. Nou, een informal investor heb je behoefte aan meer geld om je bedrijf op te schalen. Venture capital is vaak de volgende stap. Dus als je het hebt over venture capital, heb je het over fondsen en fondsmanagers die met geld van investeerders investeren in bedrijven. Dus het geeft toegang tot grotere potten met geld en grotere opschaling. Dus het allerbelangrijkste daarin is dat je iemand binnenhaalt die daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft, waarmee je het ook vanaf het begin goed ziet zitten.
We hebben bijvoorbeeld ook wel veel met investeerders gesproken die ons product wel heel tof vonden, maar niet per se de reden waarom we het zijn gestart. Dus die zagen er gewoon puur een hele commerciële business in en that's it. Nou, dat werkt ook niet. Dus nee, wij hebben zeker wel deals afgewezen om die reden. Kijk, geld is uiteindelijk waar het om gaat en waar je een return in wil halen. Maar je haalt het door dat ondernemerschap en de manier waarop een investeerder en een ondernemer elkaar aanvullen. En waarop een investeerder echt toegevoegde waarde kan bieden aan die onderneming. Ja, dat is cruciaal voor een succes. Uiteindelijk is geld ophalen eigenlijk gewoon sales. Weet je, het is de ene dag verkoop ik het product aan een klant en de andere dag verkoop ik het product aan een investeerder. Het begint bij het presenteren van jezelf en je idee in het zichtbaar maken van alle plannen die je hebt. Het is ook een beetje verleiden aan de tegenpartij om in jouw dromen te stappen. Dus wat dat betreft kan je het ook sales noemen. En hoe leuk is het eigenlijk om een ander enthousiast te maken over jouw plannen en daardoor die groeispurt te kunnen behalen. Weet je, er gebeuren heel veel toffe dingen. Denk vooral die eerste jaren in je bedrijf. Een klant in een nieuw land binnenhalen. Als we een nieuwe game hebben bijvoorbeeld gisteren gelanceerd. Maar het is altijd heel makkelijk om met het volgende bezig te zijn. Dus wij hebben tegen elkaar gezegd vanaf dag 1, ieder succes moet je altijd vieren. Dus dat betekent dat bij alles wat er gebeurt in het bedrijf, wat het vieren waard is, gaat daar een fles voor open. Twee ondernemers, twee bedrijven in twee verschillende fases. Wat kunnen Steef en Charlotte leren van elkaars ervaringen met het ophalen van groeigeld? Tijd om af te spreken op het kantoor van Equalture. Hoe lang zijn jullie bezig nu? Wij zijn 4 jaar geleden gestart. Ook meteen geld op moeten halen, want Fleur en ik hadden en geen technische achtergrond en we wisten ook helemaal niks van neuroscience. Dus dat is eigenlijk alles wat in onze game zit. Ja. Maar ik had wel vanaf dag 1 geld nodig. Ja, hetzelfde. Moest product ontwikkelen, dat gaat niet zonder geld. Dus, Heb je geld bij een angel investor opgehaald? Of? Nee, bij meerdere angels eigenlijk. Ik heb de Friends, Family en Fools ronde gedaan. En ik ben met een filmpje op LinkedIn begonnen. En eigenlijk heb ik dat denk ik 3, misschien 4 keer gepost. En toen was het rond. Het duurde wel een stuk langer dan ik had gedacht. En dat had eigenlijk mijn business coach wel tegen me gezegd. Het duurt 6 maanden. Toen zei ik, ja, wel nee, dat duurt veel korter. Dat heb ik zo geregeld. Dat was niet zo. En dus ook geld van familie en vrienden? Ja. Vind je dat riskant? Voel je op een andere manier verantwoordelijk voor hoe je het uitgeeft, omdat je weet waar het vandaan komt? Nee. Nee, ik geef het uit to the best of my abilities. En de mensen die het meest dicht bij me staan hebben ook zelf uitgesproken, als het niet goed gaat, dan hebben we het geprobeerd en dat is oké. Okay. Want jullie hebben 1 investeerder maar gevonden. Ja. Waar heb je die vandaan gehaald? Daar zijn we toen langs geweest en die zei meteen, nou ik vind het een heel tof idee. Nou, toen zijn Fleur en ik in de auto gestapt, erheen gereden. En die zijn na een uur, nou leuk, we gaan het doen. En toen zei ik nog heel stom, want ik heb daar enorme ruzie met mijn zusje over gekregen de weg terug. Ik dacht, joh, die man die moet er even over nadenken. Dus ik zei, joh, anders neem je even tot morgen, dan bellen we morgen nog een keer en we slapen er even een nachtje over. Dus we gingen de auto in en zei, Fleur, wat heb jij nou gedaan? Die man die had zo zijn handtekening willen zetten. Maar goed, hij belde keurig de volgende dag om 8:00 PM en zei hij, nou, ik wil het nog steeds. Dus Wauw. We gaan het doen. Draai je omzet al? Ja, zeker. We zijn in februari gelanceerd. En in principe draaien wij gewoon de operationele kosten draaien we kiet. Dus daar heb je inkoop nog niet bij. Dus er moet op dit moment nog wel geld bij. Maar goed, we gaan voor een lancering in februari gaat het hartstikke goed. Daarom hebben we ook geld nodig om te kunnen groeien, zodat er mensen bij kunnen en we weer meer aan kunnen trekken. Heb je dan, je hebt best wel groot funding binnengehaald in het begin, heb je jezelf meteen uitbetaald? Ik heb mezelf wel altijd uitbetaald. Ik heb wel mezelf heel lang veel te weinig uitbetaald achteraf gezien. Ik denk dat weet je, misschien de klassieke ondernemersfout die je maakt. Dat je wil iedere euro die je verdient, die wil je terugstoppen in je bedrijf. Maar nee, dat heb ik er wel echt van geleerd. Ik zou, als ik er nu op terugkijk, zou ik mezelf veel sneller meer uitbetalen. Want uiteindelijk is ook gewoon je work-life balance is misschien al niet zo heel erg goed in die eerste jaren van je bedrijf. Althans, in mijn geval totaal niet en nog steeds niet. Dan wil je wel gewoon niet na hoeven te denken over dingen als, weet je, kan ik een huurhuis in het centrum krijgen? Als ik ooit een huis wil kopen, kan ik dat dan eigenlijk wel doen? Ja. Dat zijn wel een beetje de basisbehoeften die je natuurlijk wel nodig hebt om gewoon je werk goed te kunnen doen. Ja. Ik heb dit neergezet met een ton funding, wat voor, kijk, als je een digitaal product hebt, is het al weinig. Maar ik moest een fysiek product maken wat ik moest testen, wat gemaakt moest worden. Dus daar was gewoon geld voor nodig. Dus het was er dan ook gewoon niet. Wij hebben ons leven ook wel zo ingericht dat het kan, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik ga wel een flinke stap maken in ieder geval en klein
klein voordeel was, het was corona. Dus er gebeurde ook niks. Hey, en die eerste investeringsronde die je hebt opgehaald, heb je daar aandelen voor weggegeven? Nee, dat was een confirmeerbare lening. En wat we nu doen is weer confirmeerbare lening. Dus nog niet. Maar je gaat er wel vanuit dat het uiteindelijk naar aandelen gaat? Ja. En vind je dat moeilijk, aandelen uiteindelijk? Nou, weggeven is het natuurlijk niet. Ze hebben er voor... Nee, ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Want het zijn bijna allemaal mensen die ook meedenken, mee hebben gedacht, in hun fase kritisch zijn geweest voor het bedrijf. Dus ik wil het ook gewoon met hun delen. Want ik had dit helemaal niet in mijn eentje kunnen neerzetten. En het is oké. En op het moment dat ze onderdeel ergens van zijn, denken ze ook mee. En ja, je hoort dan ook wel eens dat mensen in jouw stoel willen gaan zitten. Dat heb ik gelukkig niet. Het is echt support. Dus nee, ik vind dat niet moeilijk. Nee. Ik vind het vooral leuk om te zien dat zij natuurlijk eigenlijk het punt waar wij een paar jaar geleden waren. Dus ik herken heel veel dingen van wat ze zegt. En ik vind wel dat ze ook bepaalde dingen echt beter heeft aangepakt. Weet je, een stukje work-life balance, je houding misschien richting investeerders. Dus ik heb er wel veel van geleerd. Ik kan toch wel zien dat zij misschien ook op een iets volwassener punt in de leven gestart is. Dus weet je ook de dingen als hoe ga je om met investeerders? Hoe ga je gewoon als ondernemer om met hoe je je dag indeelt? Dat altijd goed is met mensen bespreken. En ik denk dat ik dat zeker in het begin veel te weinig heb gedaan. Ik vind het super tof om te zien hoe zij vanaf zo jong zo'n mooi bedrijf uit de grond al is gaan stampen. Ik grap altijd met zeker de vrouwelijke ondernemers die ook kinderen hebben van goh, we hadden dit echt een ander keer moeten doen. Hoezo doe je dit als je kinderen thuis hebt zitten? Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Je bent gewoon een paar jaar ouder, je hebt wat meer dingen meegemaakt, wat je denk ik ook wel meer netwerk geeft. Ja, leergeld. Goeie term. Ondernemers als Steve en Charlotte kijken verder dan gaten in de markt. Zij zoeken juist de gaten in onze samenleving op. En zij zijn niet de enige. Ik wil graag meer doen, maar het komt er niet van. Dus vanuit daar kwam het idee van, hey, dat moeten we gewoon een heel stuk makkelijker maken voor mensen om bij te dragen in een betere wereld. Het is stof wat je dus normaal gesproken niet ziet en wat we afgevangen hebben uit een parkeergarage. Ik zei destijds altijd, ik wil net zo worden als mama. Die zit altijd aan tafel met allemaal mannen. Alles over succesvol worden met een onderneming die impact maakt. Je ziet het in de laatste aflevering van The Guide.